Hoi en welkom bij weer een spiksplinternieuwe Mix of Niks aflevering. En jongens, vandaag is echt de allergekste, raarste aflevering die ik tot nu toe heb gemaakt. Ik kan in ieder geval niet wachten, want ik ben zo enorm nieuwsgierig. Dus laten we als allereerste proberen om de like-off van vandaag te halen. Dat wordt de 16.000. Jouw deel hiervan is natuurlijk om deze video een duimpje omhoog te geven. Woehoe! En klik daarnaast natuurlijk ook nog eventjes op het belletje dat naast de abonneerknop staat. Want op die manier blijf je op de hoogte van wanneer ik een nieuwe video upload. En als je dat hebt gedaan, blijf dan vooral lekker kijken en laten we beginnen. Yes! In de vorige Mix of Niks aflevering heb ik jullie gevraagd wat je in de volgende video wilde zien. En heel veel van jullie, en daarmee bedoel ik heel veel van jullie, hebben gevraagd om lippenstift in de blender. Oh my goodness. Nou, ik heb natuurlijk meteen gekeken hoeveel lippenstift ik zelf had. En dat was eigenlijk niet zo heel erg veel. Maar nu was ik laatst in de winkel en was er zo ontzettend veel lippenstift in de uitverkoop. Dat ik zoiets had van, halleluja. Dit wordt de video natuurlijk. Dus ik heb er een heleboel verzameld. En in totaal heb ik nu 100 verschillende soorten kleuren lippenstift. Wow. Dit zijn er echt zo ontzettend veel. Ze zien er prachtig uit. Zoals je kunt zien zijn er allemaal verschillende soorten kleurtjes. Ik heb zoveel mogelijk geprobeerd om af te wisselen. En daarbij ruikt het echt heerlijk. Er valt nu lippenstift op mijn schoot. Oké. Goed, we kunnen hier natuurlijk wel eeuwig naar gaan blijven staren. Maar daar zijn we niet voor in deze video. We gaan het uiteraard in de blender proberen te stoppen. Dus, ik ga deze er eerst eventjes afhalen. Tada! Met welk kleurtje zou ik beginnen? Deze prachtige roze kleur, jongens. Ik vind hem helemaal geweldig. En ik wil er nog wel eventjes bij zeggen dat een blender geen speeltje is. Dit is hartstikke gevaarlijk om mee te werken. Dus dit moet je absoluut niet thuis zelf uitproberen. Ik neem de juiste voor. Zorgsmaatregelen. Dus je mag gewoon deze video lekker kijken. Maar dat is het dan. Here we go. Oh my goodness. Wow, dat gaat eigenlijk best wel makkelijk, jongens. Zo op deze manier. Oh, de eerste zit erin. Snel door naar de volgende, want we hebben er een heleboel. Dit is een hele mooie kleur. Een beetje licht. Ik heb natuurlijk zoveel mogelijk uiteenlopende kleuren geprobeerd te krijgen. Want ik ben natuurlijk super benieuwd naar wat het uiteindelijk gaat worden. Deze is zo gaaf. Donkerblauwe kleur. Oh, jongens, ik vind het eigenlijk wel enorm zonde om dit te doen. Oh, maar ook wel stiekem heel erg leuk. Ik probeer ze zoveel mogelijk er een beetje uit te trekken. Zo. Hey, dat gaat eigenlijk best wel snel, jongens, op deze manier. I love it. Oh, goed. Ik ga gewoon nog eventjes door met het erin stoppen van al deze lippenstiften. En dan kom ik zo meteen weer bij jullie terug. Dus nou, ik ben nu ongeveer halverwege. En zoals je kunt zien, ziet het eruit als een enorme troep hier zo in de blender. Het vult niet zo snel op als dat ik had gehoopt. Maar op zich zal het wel redelijk vol zijn zo meteen aan het einde, denk ik. Dus ik ga nog eventjes flink door met het erin stoppen van al deze lippenstiftjes natuurlijk. Oh. Ik ben nu bijna bij het einde aangekomen. En jongens, het begint best redelijk goed op te vullen. Dus daar ben ik blij mee. Ik kan trouwens echt niet geloven dat ik deze hele tafel vol met lippenstiften nu in de blender heb gestopt. Wat? Oké, sorry jongens. Er zit lippenstift op mijn voorhoofd. Nou, zoals je kunt zien heeft er een, één kleurtje overheerst vrij erg. En dat is voornamelijk roze-paarsig. Er zitten ook nog wat andere kleuren in. Zoals bijvoorbeeld donkerblauw, zwart, groenblauw, oranje. Dus ik vraag me echt super af naar wat de uiteindelijke kleur gaat worden. Dat is natuurlijk wel mega spannend. Oké, dit is de allerlaatste en... Yes! En nou jongens, hoe ontzettend gaaf ziet het eruit. Ik vind het eigenlijk wel gewoon een beetje een kunstwerk. We kunnen het inlijsten en het gewoon daarbij laten. Nee, dat gaan we natuurlijk niet doen. We moeten het blenden. De deksel hierop doen. Zo. En... Yes. Dan is de vraag aan jou nu natuurlijk. Wat voor kleur denk je dat het uiteindelijk gaat worden? Ik vind het echt super, super lastig om te bedenken. Maar als je een idee hebt, laat het me zeker eventjes weten in de reacties onder deze video. En dan de officiële vraag. Zal het een mix worden of helemaal niks? Laat je antwoord zeker eventjes achter in de poll hier rechtsboven in de video. Ik ben mega benieuwd. Maar er is natuurlijk één manier om hierachter te komen. En dat is door het allemaal gewoon te gaan blenden. Dus de volgende stap is natuurlijk om de veiligheidsbril op te zetten. Yes! En de blender gaat aan, jongens. Wat een spanning. 3, 2, 1, go! Oh my goodness! Weet je waar het op lijkt? Het lijkt op verf. Hoe ontzettend raar en apart is dat? Maar ik vind het echt prachtig. Maar
Oh-oh. Het is best wel lastig, want het blijft gewoon allemaal aan de buitenkant van de blender vastzitten. Dus dat betekent dat het niet helemaal gemixt is. En we gaan natuurlijk niet opgeven. Ik ga het nog een aantal keer proberen. Oh ja. Oeh. En go. Nope. Nou ja zeg, ik denk dat ik het er maar gewoon helemaal uit ga halen nu. En dan pakken we er eventjes een bordje bij. Ik ga het maar gewoon op een bord leggen natuurlijk. Allereerst eventjes de mesjes eruit. Het moment van de waarheid. En wow, oh, het ziet er een beetje uit als een hele grote drol, hè? Woehoe. Kan je je voorstellen dat dit gewoon 100 lippenstiftjes zijn, allemaal bij elkaar? En het laatste beetje. Wow, hokiedokie. Wow. Het is wel een redelijk duidelijke kleur geworden, voornamelijk gewoon paars. Ik vind eigenlijk oprecht dat het wel echt een heel erg gaaf effect heeft. Maar goed, een lippenstift is natuurlijk een lippenstift met een reden. Dus ik denk dat de allerlaatste challenge nog wel is om deze kleur op mijn lippen te smeren en kijken hoe dat eruit ziet. 100 kleuren lippenstift op één lip. 2 eigenlijk. Nou, daar gaan we dan. Woe! Ik ga het maar gewoon met mijn vingers erop smeren. Dus, ik pak er een beetje van het bord af. Oh, wow, het is echt gewoon een mengseltje van kleuren. Duh. En... Wow! Oh my goodness! Dat is eigenlijk nog best wel een hele mooie kleur. Wow! Het is een beetje lastig om het er heel goed op te krijgen met mijn vingers. Maar in ieder geval, zoals je kunt zien, is de eindkleur dus gewoon paars geworden. En daarbij zou ik zeggen dat het er niet geweldig uitziet, maar het is uiteindelijk wel gemixt. Dus dat is het officiële antwoord. Het was in ieder geval zo ontzettend gaaf om te doen. I love it! Yes!